Hallo, ik ben Isaac Dekker. Ik ben onderzoeker gespecialiseerd in didactiek en curriculumontwerp in het hoger onderwijs. Ik heb een filmpje opgestuurd gekregen van een goed voorbeeld. We gaan dat samen bekijken. Goede voorbeelden in het onderwijs kunnen heel nuttig zijn, maar het is niet altijd makkelijk om die één op één te kopiëren. Want elke context kan weer anders zijn. Het helpt daarbij als je de achterliggende mechanismes en theorieën begrijpt die verklaren waarom het werkt. We gaan naar het voorbeeldje kijken en ik zet het zo nu en dan even op stop om die mechanismes of achterliggende theorieën toe te lichten. Vandaag ga ik langs bij Evelien en zij is docent bij de opleiding Communicatie Creative Business en heeft een nieuwe leeractiviteit ontwikkeld waarbij zij peer assessments inzet. Ah, peer assessments. Er zijn verschillende overzichtsstudies over verschenen. Gemiddeld genomen leidt dat tot meer leerwinst als je het vergelijkt met geen feedback of feedback alleen door een docent. De hefboom die het effectief maakt schijnt vooral te zijn of de kwaliteit van die feedback goed is en of de studenten daar ook goed op worden voorbereid op het geven van die feedback. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat borgen. Een aantal algemene principes van het inzetten van medestudenten of peers in jouw onderwijs zijn dat het kan leiden tot meer feedback en dat het leidt tot feedback die over het algemeen in de taal wordt geformuleerd, die studenten ook goed begrijpen, dus congruent. Maar het heeft ook als neveneffect dat je beter leert feedback geven als student die het geeft. En dat je daardoor ook beter verdiept in de stof, omdat je goede feedback wil geven. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe ze dat eigenlijk doet, dus laten we een kijkje nemen. Hey, Evelien. Ga zitten. Thanks. Nou, Evelien, vertel. Nou, in de laatste lesweek van de Stone Mediamakers in de platformsamenleving hebben wij een peer assessment gemaakt. En de Stone Mediamakers in de platform... Samenleving. Is een vak? Is een vak. Okay. Wij werken nu met Stones onderwijs bij de opleiding Communicatie Creative Business. En daarin hebben de studenten vier lessen in de week. 3 keer van een individuele docent en 1 keer van 3 docenten tegelijkertijd. Zoals we dadelijk ook bij het peer assessment zien. En daarin worden ze formatief geëvalueerd op hun handelen. Kort vertalen, formatief in onderwijstermen staat voor dat het gericht is op het geven van advies, in tegenstelling tot summatief, wanneer je een cijfer krijgt op basis van een norm. En het peer assessment is daar 1 onderdeel van. Voor deze stone maken de studenten 3 eindproducten. Een informatief kritisch achtergrondartikel over een platform. En daar maken ze ook een datavisualisatie en een teaser bij. En een eindverantwoording. En die 3 eindproducten in conceptversie leveren ze een paar dagen voor het peer assessment bij elkaar in. En volgens instructie gaan ze daar ook kritische vragen over voorbereiden. En bij het peer assessment worden zij zowel beoordeeld op de kwaliteit van hun vragen als op de manier van antwoorden. Ah, slim. En hier zorgen ze dus dat ze die hefboom activeren van de kwaliteit van de peer feedback. Dus ze geven instructies vooraf die waarschijnlijk iets zeggen over de eisen die ze stellen aan kwaliteit van de feedback. En ze geven ook feedback als docenten op die vragen die gesteld worden en de feedback die studenten aan elkaar geven. Dat is een goede manier om dat te borgen. Wat ze ook nog zouden kunnen doen, misschien doen ze dat, maar zeggen ze dat niet, is dat je nog de student die de feedback vraagt, vooraf vraagt om feedback vragen te formuleren en duidelijk te maken wat al wel en niet goed begrepen wordt. Zo kan je ook nog voorkomen dat je advies krijgt wat je eigenlijk zelf al wist. En de bedoeling is dat ze in gesprek met elkaar die feedback opschrijven en dan weer hun eindproducten verbeteren. En dus hoe ik het dan voor me zie is dat er 2 studenten met elkaar in gesprek zijn? Ja, 3. 3, oké. Okay. Precies. En die zijn dan de docent is erbij? Of? Ja. Ja. En de docent die is eigenlijk tot op het laatst een soort fly on the wall. En die geeft op het einde dus feedback over de manier van vragen stellen en op de manier van antwoorden. Interessant, want je kunt dus 2 verschillende dingen doen. Je kunt zeggen, ik ga als docent meedoen en ik corrigeer het meteen. Dan borg je dat de kwaliteit van de feedback hoog is. Maar dat nadeel heeft het dat de studenten die feedback zouden moeten geven misschien achterover gaan leunen en minder leren. Dus op deze manier die zij hebben gekozen, stimuleer je eigenlijk dat de feedback die gegeven wordt steeds beter wordt. Dus zeker als je dit vaker doet, is het iets wat op langere termijn meer oplevert en die hefboom van effectiviteit activeert. En waarom heb je voor de peer variant gekozen van feedback?
Nou, in Stones leveren studenten alles individueel in. Dus ze worden alleen nog maar individueel beoordeeld. Maar we wilden juist ook wel het samenwerken nog stimuleren en het van elkaar leren. En daardoor vonden we dit een fijne werkvorm. En daarnaast hebben we het heel veel over ethisch-maatschappelijke vraagstukken, over platformen als Uber en Spotify en wat zij met onze gegevens doen. En daarom vonden we een soort debatwerkvorm ook wel fijn, waarbij dus... Ja, dat klopt. Het lijkt ook vaker te werken. Dus als je een wat normatiever leerdoel hebt, dan werkt het om verschillende perspectieven tegen te komen met dialogen, debatten, rollen, spellen, etc. Studenten nu vooraf kritische vragen kunnen stellen aan elkaar. Mm-hmm. En daarnaast hebben we natuurlijk ook wel te maken met ChatGPT. Ja, er is onlangs nog een experiment verschenen waarbij ze docenten vroegen om essays te beoordelen die dan wel door een chatbot, dan wel door een student waren gemaakt. De docenten hadden de indruk dat ze goed konden onderscheiden wat door een student en wat door een bot was gemaakt. Maar in de praktijk lukte dat ze niet. En bovendien beoordeelden ze die van de bot ook hoger. Dus het schijnt erg lastig te zijn om dat goed van elkaar te onderscheiden. Dus het schriftelijk toetsen, we wilden toch ook wel een mondelinge vorm hebben. Dus aan het begin doen we een pitch en aan het einde dan dit peer assessment. Zodat we ook mondeling kunnen toetsen hoe studenten hun keuzes verantwoorden. Goed. Nou, wat hebben we geleerd van dit voorbeeld? Als je peer assessment of peer feedback inzet, dan is een van de dingen die het heel effectief maakt, zorgen dat de kwaliteit van peer feedback hoog is. Dit kun je doen door goede instructies daarbij te geven, door de feedback ook te bekijken en te beoordelen. En daarbij zou je ook nog kunnen zorgen dat studenten feedback vragen stellen vooraf, waardoor ze mede verantwoordelijk worden voor de kwaliteit van de feedback. Daar kun je ook trouwens nog een interessant filmpje over vinden van Renske de Klein, die daar veel interessant onderzoek naar heeft gedaan. Succes met dit toepassen in de praktijk!